spanning zit dus nu op die tiende positie. De verschillen zijn klein en minimaal. Button zit er ook buiten. Dan in de eerste sector, niet in de middensector. Daar is hij niet staan geweest dat hij tot op heden geweest is. Ook hij heeft de tijd nog aan zijn kant. En Alonso zal vandaag nog een keer boven die springen. Terwijl hij nergens de snelste was. Button springt naar 7. Kijk, toch goed genoeg. Schumacher heeft nu weer buiten geduwd. Ja. Daar zit dan toch samen. Dat is een praal. Moet je toch op gaan letten. Want Hulkenberg is natuurlijk alweer aan de verbetering geweest. Hulkenberg gepakt in de middensector. In deze ronde, terwijl de vlag uitgaat. 3/10 op de ronde tijd die Schumacher rijdt. Maar Schumacher is in de middensector niet aan het verbeteren. Wow. Wow. Dat is toch ook weer bij een randje. Gaat Hulkenberg hier verrassen? Nee, ja. Ja, ja en nee. Elfde, maar pak daar met Schumacher. Schumacher er dus achter. Hij heeft één gunner, nee, Rosberg is weg. Hij geeft op. Oh, Zeepert. Dit is een Zeepert, hè. De man heeft hier meer gewonnen dan wie dan ook. Twaalf podiums bij elkaar. 7 overwinningen. En bij dit sturen daar... Nee, dit is een...